In de stapels Nederlandse harmoniumbundels zijn helaas niet veel meesterwerken te vinden. De meest interessante harmoniummuziek uit de eerste helft van de 20e eeuw staat op naam van Cor Kind, afkomstig uit Enkhuizen, die onder meer altist was in het Concertgebouworkest. Voor diverse internationale harmoniumbundels leverde hij stukken aan waarin hij een eigen, licht chromatische taal liet horen. Dirk Luymen speelt, toepasselijk voor deze periode van social distancing, van Cor Kind het melancholieke Solitude, opus 19 nummer 2 uit 1919, op een harmonium van de bekende Franse bouwer Victor Mustel uit 1878.